Leuk dat je er bent. Ik ben Fiona. We zijn hier in het gebouw van NEN. En we gaan vandaag kijken wie de mensen zijn achter NEN Connect. Uw systeem om normen te beheren. Ga je mee? Hey Edmund. Hey Fiona. Hi. Hi, welkom. Ja, dank je. Fijn dat ik je hier even tref. Ja. Wat doe jij voor NEN Connect? Ja, ik ben verantwoordelijk voor marketing en sales. Dat betekent eigenlijk dat we luisteren naar de wensen en behoeften van onze klanten. En dat proberen te vertalen naar de andere afdeling. Zoals marketing en sales, maar ook operations, klantenservice en productmanagement. Oké, dus je hebt eigenlijk de verbindende schakel. Ja, zo zou je dat goed kunnen zeggen. Oké, en als ik ergens moet beginnen hier, bij wie moet ik dan zijn? Ik zou gaan naar Jos en Martijn. Jos die werkt hier al ruim 10 jaar aan de ontwikkeling van NEN Connect. Dus dat is eigenlijk wel het eerste begin. Oh, dat is perfect. Al 10 jaar. Ja, zeker. Okay, super. Ga ik naar hen toe. Oké. Okay. Hey, veel succes. Jij ook. Doei. Doeg. Hallo. Hi. Jos en Martijn. Hi. Hi. Klopt. Ik kom er meteen even bij zitten. Jullie vormen de basis van NEN Connect. Samen met Joe. Ja, ja? Dat klopt. En Jos, ik heb begrepen dat jij er al 10 jaar bij zit, helemaal vanaf het begin. Ja, en sinds de start van NEN Connect erbij betrokken. In die 10 jaar hebben we diverse nieuwe functionaliteiten toegevoegd, zoals NEN Connect nu is. En in aanloop daarnaartoe zorgen wij ervoor dat dat uitgebreid getest wordt en zorgen dat het live komt. Mochten er dan toch nog problemen zijn, dan proberen we die samen met de helpdesk zo snel en de ontwikkelaar AME zo snel mogelijk op te lossen. En tot een goed einde te brengen. Ja. En we zorgen ervoor dat alle normen in NEN Connect up-to-date blijven. En dat NEN Connect 24/7 blijft draaien, zoals de afgelopen 10 jaar. 24/7? 24/7. Zo. Nou, ik ga jullie daar meteen weer mee door laten gaan. Succes! Dankjewel dat ik even mag langskomen. Dankjewel. Oké. Hallo. Hoi, goedemiddag. Goedemiddag. Esmee, ja. Je bent lekker aan het werk, zie ik. Ja, klopt. Jij bent de account manager van NEN Connect. Ja. Wat houdt dat in? Ja, ik bezoek bedrijven om demonstraties te kunnen geven en ze zo te informeren. Oké, dus je introduceert ze over NEN Connect. Ja. En doe je dat bij nieuwe klanten of? Nieuwe en bestaande klanten. Oké. En wat zijn een beetje de reacties die je krijgt van die klanten? Je reacties zijn heel positief. Het is een heel handig automatisch normbeheersysteem. En dat krijg ik vaak te horen. Kijk, nou, mooi nieuws voor bedrijven. Zeker. Ik laat je snel weer verder werken. Prima. Doeg. Fijne dag. Zo, ja. Ik weet nu al een stuk beter waar NEN Connect voor staat. En ik begin ook al een beetje een beeld te krijgen van de mensen erachter. Maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben ook nog heel benieuwd naar de marketingafdeling. Dus laten we daar naartoe gaan. Jasper en Marlene? Ja. Hoi. Hoi, Fiona. Hoi, Jasper. Hoi. Hoi, Marlene. Aangenaam. Hoi. 2 man sterk op de marketingafdeling. Ja. Ja, nee, we met z'n tweeën zorgen ervoor dat alle bedrijven NEN Connect leren kennen. En ze ook weten hoe ze mee moeten werken. Oké, dus jullie zorgen voor de zichtbaarheid en informeren ook voor het gebruik dus. Ja. Oké, en hoe doen jullie dat dan? We geven workshops gedurende het jaar. We hebben een LinkedIn-groep. We hebben nieuwsbrieven. We maken folders. Oh. Nou, dit is er bijvoorbeeld een waar we nu net mee bezig zijn. Een nieuw concept. Oh ja, je zegt om een beetje een idee te geven. Ja. Ja, leuk. Ja. En daarnaast kijken we ook naar de data en analyseren we dat. En dan kunnen we het ook gebruiken om NEN Connect weer een stukje beter te maken. Oké, dus jullie monitoren ook nog de statistieken? Ja, ja, precies. Dus ja, heel veel verschillende invalshoeken en daarom lekker met 2 man sterk. Ja, perfect. Mag ik deze terug aan jou geven? Nou, helder, duidelijk. Ja. Zo. Ik zou zeggen dankjewel. Dankjewel. Nee. Hoi. Hi. Hallo Joe. Hi. Fijn dat je even tijd voor ons kon maken. Ja, nee, no problem. Jij bent de productmanager van NEN Connect. Ja, productmanager. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor het doorontwikkelen van NEN Connect. Dat lijkt me een hele zoektocht.
Soms is het inderdaad een hele zoektocht, want onze klanten doen steeds complexere dingen. Hebben content, dus ook normen, op een steeds andere manier bezig. Dingen zoals augmented reality moet je aan denken, 3D printing, smart robots. Dus er gebeuren hele spannende, innovatieve dingen in de buitenwereld. En aan ons om dat bij te benen en te zorgen dat zowel NenConnect als normen daar geschikt voor zijn. En daar ben ik onder andere verantwoordelijk voor. Ja, voor het vinden van de juiste oplossingen. Ja, en dat is niet makkelijk altijd, omdat je eerst moet snappen wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen. Precies, eerst begrijpen en dan ja, oplossen. Maar heel boeiend. Het is echt heel erg boeiend. Oké, nou, dankjewel. Fijne dag. Graag gedaan. Oké. Werk je nog. Augmented reality, 3D printing. Ja, mooi om te zien hoe veelzijdig en vernieuwend NenConnect is. Misschien is virtual reality ook wel iets voor ze. Ik zeg maar wat. Ik ga nog langs bij een laatste iemand en dat is Sanne. Ben jij Sanne? Ja. Oh ja, dan moet het bij jou zijn. Hey. Ik pak er even een stoel bij. Sanne, wat doen jullie hier op deze afdeling? Je bent op de afdeling klantenservice. En wat wij doen is wij beantwoorden de meeste vragen van de klanten. En dat kan van alles zijn. Wij regelen ook de toegang tot maatwerk of de standaardpakketten van NenConnect in. En daarnaast doen we ook nog de administratieve afhandeling. Oh ja, het lijkt me hartstikke divers. Volgens mij krijgen jullie heel veel vragen binnen. Kunnen jullie die allemaal beantwoorden? De meeste wel. Maar de technische vragen die we niet kunnen beantwoorden, die spelen we door naar de afdeling helpdesk. En als er vragen zijn van klanten voor NenConnect voor de toekomst, spelen we die door naar de productmanager. En dan zijn we ook onze klanten goed van dienst. Hey, daar ben ik al bij net langs geweest. Oké. Okay. Maakt het cirkeltje mooi rond. Helemaal. Mag ik jou hartelijk bedanken? Zeker, graag gedaan. Nou, werk ze nog. Dank je. Zo, dat was de rondleiding. Ja, ik vond het echt superleuk. Ik heb van alles geleerd en ik heb de mensen achter NenConnect beter leren kennen. Hopelijk vond jij het net zo interessant als ik. En wil je nou nog meer weten, ga dan naar hun website nenconnect.nl. Dag!